installatieadviseur. Hè? Dus wij zeggen ook vaak, nou, laat die techniek nou zien. Hè? Maak nou niet een techniekruimte die dicht is, maar maak er een mooie glazen wand van. Ja, ja, om het maar te laten zien. Hè? Ja, dus, dat hebben we toch over. Dat hebben we het absoluut over gehad. Maar je snapt al, als we aan de eerste kant het gebouw helemaal winddicht maken, dikke winterjas doen, maar volgens gaan we heel veel ventileren, ja, dan kost dat ook energie. Hè? Als wij alleen maar verse lucht naar binnen halen en dan weer naar buiten gooien, om een voorbeeld te geven, dit gebouw gaat 28.000 kuub per uur lucht er doorheen. Dus dat is heel veel lucht, heel veel verse lucht. Hè? Wat je daar ziet, dat is een grote schacht. Hè? Want de luchtmanskast staat ook beneden, dus daar gaat heel veel lucht doorheen. En dat is heel veel verlies, want eigenlijk haal ik heel veel koude lucht naar binnen en dan weer naar buiten. Dus ja, dus daar moeten we iets mee. Daar moet je iets van bedenken, want anders ja, dan kost het alleen maar geld. En ook waren hier een ouderavond, zo'n 300 man. Nou, en dan buiten bloed heet, is komen binnen en zo, dat is zo, wat heerlijk. Leuk. Ja, ja. En dat merk je dus echt meteen. En dat merk je ja, in de lokale natuurlijk. Ja, ja. Het werkt ontzettend goed. Is eigenlijk de basis, een deel van de basis van de opwekker. En dat is de bron. Oh. Dit is een bron, want wij halen onze energie voor de warmte. Want die warmtepomp heeft dat nodig om die laagwaardige warmte naar een hogerwaardige te brengen. Hebben we een bron nodig. In dit geval is dat grondwater. Dus wat wij doen is eigenlijk hier, we gaan twee buizen naar 70 meter en naar 115 meter diep. En daar pompen we 20 kuub per uur uit. Hier zijn, dit is de warmtepomp. En dat is eigenlijk die zorgt dat het water, ja, wat van buiten uit de grond komt, die gaat door die wisselaar daar. Daar zit een wisselaartje daar, een TSA noemen we dat, tegenstroomapparaat. Die zit, want eigenlijk dat grondwater, er zit een beetje zout in en een beetje troebel en er zit wel filters in. Maar dat is eigenlijk water wat we eigenlijk niet door onze machines willen laten lopen, want dan, dus dan hebben we een wisselaar tussen zitten. Maar deze warmte, die draait nu, die zorgt eigenlijk voor dat het gebouw aan het verwarmen is. Dit zijn de longen van de school. Hier gaat dus 28.000 kuub per uur gaat hier doorheen. En van buiten, hè, dan gaat door die hele grote schacht, die grote kanalen, wordt dat gedistribueerd naar de school. Maar die 28.000 kuub, daar zit ook heel veel warmte in. Hè, het is vies, er zit CO2 in, hè, dus dat willen we eruit gooien. Maar we willen wel warmte eruit winnen. En als dit apparaat hier, dat hele lange ding hier, kunnen zien. Ja, dat kun je wel zien. Als je hier daar door het raampje kijkt, dan zie je iets draaien. Er zit een hele grote warmtewiel in. Maar de warmtepomp die maakt maar 40 graden. Maar voor warmte voor douchen willen we eigenlijk, tegen Leeuwinella, willen we naar 60 graden. Dus wat we hier gedaan hebben, hebben we zonnecollectoren op het dak gezet. En daarmee douchen we. Dus als de kinderen gaan douchen, dan wordt de basis warm. De warmtepomp naar 40 graden. En het laatste stukje doen we met dit. Dus het huis mogen we installeren. Dat is wetgeving geregeld. Dus wat ik eigenlijk terugstop in het net, mag ik ook gewoon weer verrekenen wat ik onttrek. Dit zijn de collectoren, dus we hebben zonnecollectoren voor warm water te maken en de PV-cellen om stroom. Dus de lampen, de warmtepomp die je natuurlijk stroom vraagt. Het zijn er 278 aan mijn hoofd. 278 panelen. Een rollende amperage wat er langs is. Precies, inderdaad. Dus het is helemaal ramvol. Dus hoeveel kilowatt per stuk? Dus dat is 260 wattpiek aan mijn hoofd. En daarmee kunnen we het hele gebouw voorzien van stroom. En dat zijn dus nozzels. En die nozzels brengen eigenlijk gewoon dat lucht naar binnen. En dit is een retourgast. Ja, dus ja, net andersom. Maar je blaast wel het plafond in dus? Ja, het plafond speelt. Ja, het staat op druk. Dan blaast hij het heel netjes naar binnen. En dan heb je licht over de, dat je naar de gang weer gaat. Of haal je het hier weer terug? Ja, hier, dit is de retourgooster. En die maar hij doet het, de retourgooster. Dus zodat ze optimaal kunnen regelen. Er zit daglichtregeling netjes in. Dat zijn die kleine topjes die je daar ziet. Een docent die kan gewoon prima op voor CO2 geregeld, maar ook op temperatuur. Het werkt ontzettend goed. Daar zijn wij heel blij dat het ook zo werkt. Het is natuurlijk. Gelukkig komt het brakjes.